dorade en zoutkorst. De zoutkorst gaan we als eerste maken. Belangrijk bij de dorade is dat die niet geschubd is. Als je namelijk geschubde vis hebt, daar gaat de smaak doorheen. Dus met de zoutkorst wordt die nog zouter eigenlijk dan nodig is. Maar we beginnen met de zoutkorst maken. Grof zeezout, eiwit. We doen wat rassen en noeten bij. Dan hebben we de venkel. Venkel, die hebben we eigenlijk alleen maar nodig om hem stabiel te krijgen. Dus die moeten we een klein beetje op maat snijden. De vis is leeg, hè? Alle ingewanden zijn eruit. Dan doen we de tijm, rozemarijn en knoflook doen we erin stoppen. Dan doen we de venkel erin. En dan gaan we een plateautje zetten. Okay, we gaan beginnen met een klein bodempje. Want de vis moet ook ergens op staan. Daar zetten we hem op. En dan gaan we hem nu inpakken. De dorade heeft er nu ruim een half uur in gezeten. Zoals je ziet is hij nu mooi bruin. Hij is gaar en klaar voor gebruik. Je kan hem zo op tafel neerzetten, dat de mensen hem aan tafel kapot maken. Of we maken hem in de keukenstuk, dat je een soort van mooie garing hebt gezien.